meneer. Daar. Wat vindt u hier zo stom aan deze jurk? Nou, ik vind niet zoveel stom. Ik weet niet wat het woord stom inhoudt, maar je bedoelt waarschijnlijk negatief. Ja. Nou, ik vind niet zo heel veel negatief aan deze buurt. Het enige waar ik me in deze winkelstraat aan erger, dat de fietsen dwars over de stoep liggen. Je ziet, ik loop wat moeilijk. Dus de winkeliers zouden zich wel eens kunnen uitsloven om netjes voor de deur fietsenrekken te zetten. Want je moet soms over fietsen heen klimmen om een winkel in te komen. Dan heb ik het met name over de grote winkels zoals Albert Heijn en Blokker en Kruidvat. En waar ik me ook... Ik vind dit negatief. Ze laat het zo vies achter. Je snapt natuurlijk wel dat dit een vieze plek moet zijn waar afval wordt ingegooid. Maar het wordt niet zo lekker netjes achtergelaten. Hallo, ik ben Emna. Wat vindt u zo negatief aan deze buurt? Vullen zakken op straat. Ja, dat wordt altijd heel ver van tevoren al buiten gezet. Mm-hmm. Dat vind ik inderdaad wel heel storend, ja. Hallo, ik ben Emna. Wat vindt u zo negatief? Op zich vind ik niet heel negatief aan deze buurt. Maar wat wel beter kan, is het schoonmaken van de buurt. Want er ligt af en toe wel heel veel troep op straat. En dat vind ik wel erg jammer. Verder... liggen er af en toe wel, gaan er veel dingen tegelijk die open gaan aan straten. Hè, dus dat nu ook weer. Zijn er wel 3 straten die tegelijk open liggen. Dat vind ik ook wel jammer dat 3 dingen tegelijk gaan. Maar voor de rest vind ik het een hele leuke buurt. Ja? Vind ik het niet heel negatief. Oké. Okay. Waar ik me ook aan erger is dat jullie generatie en iets ouder fietsen ook niet netjes neerzetten. Jullie smijten ze het liefst voor de ingang van een winkel en trekken zich er helemaal niets van aan dat misschien ook nog eens een keer mensen een winkel in willen. Dat is eigenlijk het enige negatieve wat ik in deze winkelstraat vind en zie. Oké, dat was een uitgebreid... Je wilde een... uitgebreid wilde antwoord. Een antwoord en ik ben uitgebreid. Oké, dankjewel. Oké, veel succes. Hallo, ik ben Mitchell. Mag ik je misschien een vraag stellen over wat je negatief vindt van de buurt? Ja, daar had ik al een beetje een vraagje over gehad, maar ik vind de buurt helemaal... Ik vind niks negatief, ik vind het wel een hele leuke, gezellige buurt. Dus je vindt ook niet negatief dat sommige mensen gewoon voor een deurpad gestaan of gewoon jongeren die gaan spuiten met graffiti? Vind je dat ook niet echt negatief? Maar ik heb daar zelf helemaal niet zo'n last van. En hangjongeren, denk ik van, ja, die moet toch ergens hangen om het een beetje gezellig te hebben. En daar heb ik ook geen last van. Ja, jonge man. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal. To approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? We're railroad wife, breaking all the rules. She like a song played again and again.